Heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Snelle Maaltijd met Mike. Vandaag gaan wij eigenlijk niet een heel snel gerecht maken. Maar uiteindelijk, het is maar net hoe je het wil zien. Je kan het eigenlijk twee dagen gebruiken. Hè? Laten we eerst beginnen met wat gaan we doen. We gaan een zuurkoolschotel maken en dat kan je als overschotel maken. Iedereen kent de stampot wel, hè, met aardappels en zuurkool. Nou, in dit geval hebben we kerryzuurkool genomen. Is net even wat meer uitgebreid qua smaak. Heeft net weer even een ander tintje dan gewoon wijnzuurkool of naturel zuurkool. Daarbij doen we natuurlijk gewoon worst. Die zit alvast klaar. Zoals je misschien al ziet aan de stoom achter mij, de aardappels die zijn aan het koken alvast. Dus ik heb ze alvast geschild. Ik ben alvast een beetje voorwerk heb ik gedaan. Ook de zuurkool staat op. Die laat ik ook nog gewoon eventjes 20 minuten meekoken. Nou, die worst die gaan we straks in blokjes snijden. En dan hoop ik in de tussentijd, straks over een paar minuutjes, dat de aardappeltjes en de zuurkool klaar zijn. He, dan zijn die wat zachter. Dan kunnen we die gewoon door elkaar heen gaan mengen, gaan pakken. En dan vervolgens de worst erbij. Heel ruim kaas eroverheen, lekker in de oven. Overschoteltje klaar. Dat kan natuurlijk ook op een andere manier. He. Je kan natuurlijk ook zeggen, nou, vandaag eten we gewoon stoompot. Zuurkool met aardappels. En misschien een stukje worst of een stukje vlees erbij. En morgen heb je de helft over. Nou, dat gebeurt bijna iedereen, tenminste, als je lekker wat aardappels maakt van tevoren. En dan maak je alsnog dit gerecht, maar dan een dag later. Dus dan zeg je, oké, nu heb ik het klikje over. Hop, die stop je in een ovenschaal. Goed ruim de kaas eroverheen en klaar. Nou, wat je natuurlijk ook nog als variant kan doen, is lekker bijvoorbeeld crème fraîche doorheen gooien. Dat die net wat romiger wordt. Of bijvoorbeeld slagroom en dan gewoon eroverheen gooien. Even zorgen dat het een beetje gemengd is. Maar ja, anderzijds, dan wordt het misschien weer te sappig. Hè? Dus als je dan een wat langer in de oven laat, dan heb je echt wel een minuut of 30 nodig. Wil je een beetje inverdampen. Ja, en dan duurt het meestal weer te lang. Hè? Dus we houden het gewoon lekker kort. Dit is gewoon echt een aanradertje, een supersnel gerecht, heel makkelijk. Je kan het natuurlijk met alle varianten doen. Hè? Het is nu dat ik zuurkool neem als stamppot variant. Maar je kan natuurlijk ook prima daar spinazie voor gebruiken. Die kan je natuurlijk ook vanuit de diepvries pakken. Je hebt genoeg varianten. Ik ga natuurlijk ook nog met jullie een variant maken op de stoofpotten. Maar dan gewoon die eigenlijk bijna kant-en-klaar uit een pakje komen. Want ja, we hebben het over de snelle maaltijd. Ik heb al meerdere verzoeken gehad van joh, doe ook gewoon dingen die al bijna gewoon kant en klaar zijn. Dat we even kunnen zien van joh, hoe doe jij het dan? Gaan we ook gewoon doen. Ik ga nog een keertje een hele week plannen dat ik ze gewoon achter elkaar prop. En dat we gewoon lekker door kunnen stampen met de stampel. Nou, ik kom zo bij jullie terug als we de aardappels hebben laten koken. Ik denk dat ik eventjes het water ga afgieten van de aardappels en van de zuurkool. En dan gaan we die eventjes stampen. En vervolgens gaan we die in de ovenschaal doen. Eventjes de worst snijden in blokjes. Kaas eroverheen en in de oven zetten. Nou, laten we beginnen. Het stampen van het geheel, dat doe ik altijd gewoon in één pan. Dat is wel zo handig. Zo, dan is deze lekker afgegieten.
Nou, probeer het geheel nog een beetje door elkaar heen te mengen. Hè, doordat je toch bezig bent met stampen, kun je alles ook een beetje door elkaar heen wisselen. Je ziet ook meteen door die kerryzuurkool dat hij ook lekker een kleurtje krijgt. Even een grote lepel pakken, dat werkt altijd wel wat fijner. Nou, ik kan ook gewoon die nemen. Zo. Netjes proberen te verdelen voor zover dat mogelijk is. Zo, nou dan, in principe zouden we het zo kunnen laten, hè, maar ik doe hem gewoon nog eventjes een stukje kleiner snijden. Dus je gaat gewoon over je bestaande plakjes heen. En dan halveer je het eigenlijk, dan wordt het een soort stroopjes van. Zo. Het hoeft allemaal niet helemaal netjes, hè. Het is gewoon een mooie verdeling, zodat er overal ook nog wat vlees extra ligt. En je kan natuurlijk alle soorten worst nemen. Hè. Je hebt halal worst, je hebt vegetarische worsten tegenwoordig. Doe vooral wat je lekker vindt. Zo. Dan mag de kaas eroverheen. Nou, heel easy en snel. Dus je maakt gewoon het hele zakje erop leeg. Het is heerlijk, een beetje zout en een beetje olie wat er lekker doorheen trekt. Dan heb je toch een soort zuurtje meteen. Nou, dit geheel gaat dus in de oven op 180 graden gedurende ongeveer een minuut of 10, 15. Ik zou vooral 15 nemen, dan krijg je een beetje een mooi krokant en bruin laagje eroverheen. En dan kom ik zo terug met het eindresultaat. Welkom terug allemaal. We zijn terug bij het eindresultaat. Zie je dat er iets fantastisch uit? Super heerlijk, lekker kokend kaas eroverheen. We zeggen laddertjes maken. Eet smakelijk. En graag tot de volgende aflevering met de snelle maaltijd met Mike. Tot dan!